Het is allemaal nog een beetje vroeg, denk ik, voor verklaringen. Ik ben blij dat we morgen hebben die politieke ledenraad. Dan spreken we er met elkaar over. Er is ook niet één verklaring natuurlijk. Doorgaans kan de Partij van de Arbeid heel goed analyseren. Dus ik heb er alle vertrouwen in dat we op korte termijn, laten we zeggen, toch met een aantal oorzaken komen. Er is natuurlijk iets fundamenteel misgegaan. Ja. En dat kun je wel zeggen als je als sociaaldemocratie op 9 zetels staat. En daar moeten we ons echt op beraden. En daar moeten we ook de tijd voor nemen. Dat moet met geduld. En dan moeten we niet denken van met een quick fix dat we er dan weer zijn. Ofzo. Wat ik in ieder geval belangrijk vind is dat we ook gewoon zelf erkennen dat er fouten zijn gemaakt. En daar horen consequenties bij en welke dat moeten zijn. Dat is een kwestie waar de leden zich morgen ook over zullen uitspreken. U heeft uw analyse nog niet klaar in ieder geval. Ja, ik heb een heleboel ideeën natuurlijk waarom zoiets nu niet werkt. Ik noemde er net een aantal. Maar ik vind het echt verkeerd om binnen 2 dagen nu te zeggen we weten allemaal precies hoe het zit. We gaan even afrekenen en we gaan rapporten schrijven enzovoort. Dat gaat mij allemaal net even te snel. Ik vind het echt, het verlies is zo groot en ik ben zo betrokken bij die partij. Ik ben ervan overtuigd dat we uit die as wel weer kunnen herrijzen. Maar een soort quick fix is er niet. We hebben een nieuwe leider. We hebben een partijvoorzitter en een partijbestuur die van wanten weten. Je kunt ook leren van de dingen die niet zijn gegaan zoals je graag wilde. Dus de roep om altijd maar nieuw is niet per se altijd beter. Dus ik vind nu, kijk, we hebben een enorme opdonder gehad. We zijn niet meer met zoveel. Laten we gewoon echt samenwerken en elkaar vasthouden.